ain't got no pills. Country boy, you don't owe no bills. You got a wiggly worm, and then you watch him squirm while you put him on a hook, and then you drop him in the brook. And if everything's gonna turn out right, gonna fly fish tonight. Country boy, you're lucky free. Country boy, wish I was you and you was me. A shaggy dog, country boy, up a holler along. Well, he comes in a run when you pick up your gun with a dog and two, and your dog and you, and you get your rabbit, your skin is high. He's gotta be a good fight, country boy. You got a lot to lose, country boy. How I wish I was in your shoes. Goedenavond allemaal. Crying in the rain dan maar. Nu al? Ja toch? Voor die andere. Oh ja, dit is het kwartiertje. Ja. Oh ja, nee, ik denk dat is een beetje zo. Maar ja, dat kan ook. Dan moet ik aan de reet draaien. Wat zei je, Theo? Kom op, zei hij. Oh, kom op, ja. Zet hem op. Zoals gewoonlijk geven we weer alles, Theo. Ja. Drie. Vier. I'll never let you see the way my broken heart is hurting. I got my pride and I know how to hide all my sorrow and pain. I'll do my crying in the rain. If I wait for cloudy skies, you'll know the rain from the tears in my eyes. You'll never know. I'll do my crying in the rain. Raindrops falling from heaven could never wash away my misery. Since we're not together, I'll look for stormy weather to hide those tears I hope you'll never see. Someday when my crying's done, I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. Dank u wel. Hier staat every day of al je blue days. Wel lekker vind ik. Niks in laar. Blue days, black nights, blue tears keep on falling for you, dear. Now you're gone. Blue days.
Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day seems a little longer. Every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Seems a little longer. Every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Love like yours will surely come my way. Dank u wel, meneer Wagenmakers op rij 14. Until I kissed you, how did I exist until I kissed you? Never any woman on my mind. Now you're there all the time. Never knew what I missed until I kissed you. Uh-huh. I kissed you. Oh yeah. Things have really
changed since I kissed you. My life's not the same now that I kissed you. Oh yeah. I kissed you. Oh yeah. You don't realize what you do to me, and I didn't realize what a kiss could be. Ooh, you gotta worry about you. Now I can't live without you. Until I kissed you. Uh-huh. I kissed you. Until I kissed you. Uh-huh. I kissed you. Oh yeah, I kissed you. Uh-huh. I kissed you. We zijn hier vanavond bij het debat, politieke debat, voor de gemeente Zaltbommel.
10 fractieleiders, 10 politieke partijen die met elkaar debatteren over ook 10 stellingen. En het publiek proberen we erbij te betrekken om te kijken wat is er, wat leeft hier en vooral wat kunnen mensen gaan stemmen. Wij willen informatie geven over die politieke partijen en liefst een beetje leuk, een beetje grappig, met een beetje humor en een beetje venijn. En tot op heden, moet ik eerlijk zeggen, is dat wel heel aardig om te doen. Wat ik ervan vond, is dat de partijen eigenlijk allemaal met elkaar eens zijn. Dus dat maakt het wel elkaar makkelijker. Dus ik hoop dat de verhalen die ze verteld hebben, dat ze die ook door kunnen drukken. En dat wij als gemeenschap iets moois van kunnen terugkrijgen. Piet en ik ben de chauffeur van de stembus. Ik vind het heel leuk om de chauffeur te zijn van de stembus. Ja, het is gewoon gezellig. Ik kan wel zeggen dat dat een uniek plaatje is, zoals jullie wel gezien hebben. Iedereen vindt het echt een hele bijzondere locatie. Er worden foto's gemaakt van de bus en we krijgen alleen maar complimentjes binnen, dus heel leuk. Ik denk inderdaad dat het mobiel stembureau inderdaad dat toevoegt. Mensen komen toch naar de bus toe, omdat het toch een uniek kijkje is om sowieso even in het dubbeldekker te stappen. En het is sowieso wat anders dan de vaste locaties, ja. Ja, in deze gemeente is er een bepaalde grondslag van mensen die op een bepaalde partij stemmen. En ik wil met mijn stem een klein beetje een tegengeluid proberen te laten horen. Ik weet niet zeker of ik wel was gaan stemmen als het mobiele stembureau er niet was, omdat ik dan niet zo goed had geweten waar ik wel naartoe moest. Ik zit vandaag de hele dag op stemmen, tot 9 uur en dan daarna tellen. Het komt een beetje bij vlagen, dan een stuk of 10, dan weer een kwartiertje niks. Ja, dank u wel. Dank u wel. Ja. Ja, fijn dat u er allemaal bent. Het is natuurlijk een hele bijzondere avond. Vandaag is er gestemd. De gemeenteraad 2022-2026 wordt verkozen. En u bent ontzettend nieuwsgierig wat de uitslag is. Ik kan u zeggen, hij is nog niet bekend, maar meer dan ook niet. Ik ben net zo nieuwsgierig als u bent. Vanavond krijgt u te horen welke zetels welke partij heeft. Allemaal onder voorbehoud enzovoort. Maar dat weten we dan. De voorkeurstemmen weet u niet. Dus kijkt u een beetje uit, wees u voorzichtig, want het kan zijn iemand anders op de lijst dat die meer stemmen heeft. Dus houd daar rekening mee. Morgenmiddag komt de voorlopige uitslag bij ons op de site. En dan weet u ook hoe het is met de voorkeurstemmen. Dus houdt u onze site in de gaten. Vervolgens maandag om 10 uur bent u allemaal welkom, want dan vindt de officiële vaststelling plaats van het aantal zetels en voorkeursstemmen. En dan weet iedereen wie er echt daadwerkelijk gekozen is. Dus dan bent u welkom maandagochtend. Maar de avond is nog jong. We hebben nu een mooie avond. We hebben iemand die ons deze avond er doorheen leidt. Dus u hebt niet de hele tijd mijn gezicht. Dat is iemand die heel bekend is vanwege maatschappelijk ondernemen, sociaal ondernemen, films maakt, in het verleden ook gespeeld heeft in films. Nou, u weet eigenlijk al over wie ik het heb, want u weet het ongeveer wel. Vanavond is onze gastvrouw Hanna Verboom. Hanna, welkom. Dank u wel, burgemeester. Dank u wel. Oké, maak er een mooie avond van, Hanna. Ga ik doen, dank u wel. En wij spreken elkaar weer. Succes. Zeker, wij zien elkaar zo.
Ja, goedenavond. Fantastisch dat ik vanavond uw gastvrouw mag zijn. U denkt misschien, wat doet een Amsterdammer met toch wel beperkte politieke kennis hier op het podium in Zaltbommel? Nou, ik zal u vertellen, ik ben samen met mijn gezin toch wel een beetje verliefd geworden op uw gemeente. We reden zo over de A2, we zagen die prachtige toren van de Sint Maartenskerk. We zagen de Waal, we zagen de hardwerkende, vriendelijke Bommelaars, de prachtige dorpen, Aalst, Gameren, Nederhemert-Zuid, oh, zo mooi. En we zijn toch wel een beetje verliefd geworden op de gemeente Zaltbommel. U mag trots zijn op deze gemeente, trots zijn op de inwoners. En elke gemeente heeft natuurlijk sturing en leiding nodig om de belangen van de inwoners natuurlijk bovenaan te zetten en ook om te kijken samen naar de toekomst en hoe we ook samen aan die toekomst bouwen. En daar gaat het vanavond over. Een spannende avond, de uitslagen van de raadsverkiezingen. Hoe gaat het? Hoe is de sfeer in de zaal? Goed, ja? Gemengd? Rustig? Nog wel? Nou, mooi. Het belooft een mooie avond te worden. Wat gaan we doen vanavond? Of allereerst trouwens wil ik eigenlijk speciaal welkom heten ook aan de mensen die kijken via de livestream. Voor mensen die niet aanwezig konden zijn vanavond is er ook een livestream. Welkom allemaal. En wat gaan we doen vanavond? Natuurlijk, de uitslagen staan centraal, maar we gaan nog veel meer doen dan dat. Ik mag een interviewserie doen met 6 Bommelaren, 6 mensen die met heel veel passie voor en aan deze gemeente werken. En die samen met jullie, met de burgemeester, met de wethouders, met de gemeenteraad werken aan de toekomst van Zaltbommel. We gaan nog veel meer doen dan dat. Want terwijl de uitslagen binnenkomen, binnendruppelen, gaan we ook luisteren naar muziek. U hoorde ze net al, fantastische band. Misschien heeft u ze al een keer eerder gezien. De Wereld Draait Door onder andere. Maar komen ook allebei uit de gemeente Zaltbommel. De Wieners gaan we ook nog heel veel van horen vanavond. En natuurlijk, daar gaat het ook om, we gaan elkaar ontmoeten. We hebben meerdere pauzes. Niet iedereen heeft elkaar misschien, of we hebben elkaar misschien niet al een tijdje niet gezien natuurlijk. Een aantal gekke jaren achter de rug. Maar het is ook weer tijd voor ontmoeting vanavond. Dus dat staat ook centraal. Goed, we gaan beginnen. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja? Heel goed. Heel fijn. Mooi. We gaan eerst even terugblikken op afgelopen zaterdag. De verkiezingsmarkt. Kijkt u mee. Heel goed, we hebben natuurlijk lekker weer, dus het is, dat is dan een mooie uitkomst. Mensen zijn, staan er voor open wat we vertellen. Ik merk heel veel dat mensen echt gaan stemmen woensdag. Okay, het is een hartstikke leuke sfeer. Het is leuk om met alle mensen te spreken die op de markt zijn. En het is ook altijd leuk om even alle andere partijen te spreken, om te horen hoe het met hun campagne is. En echt even tijd voor de eindsprint, hè? Het is altijd gezellig zo'n verkiezingsmarkt. Alle partijen bij elkaar, eensgezind. En het is maar 1 keer in de 4 jaar, dus hartstikke leuk om te doen. Het is lekker druk en veel aanwas, veel gesprekken. Echt heel leuk. Het is ook mooi weer, dus dat helpt enorm. En het is gewoon gezellig, mensen zijn gezellig. Fijn dat ze weer naar de markt kunnen natuurlijk in deze tijd. En de gesprekjes zijn leuk. En vooral leuk is dat je gewoon iets kan meegeven. De campagne gaat buiten gewoon. Het zonnetje staat erbij, er zijn veel mensen. En we spreken ze iedere keer en het komt er allemaal goed vandaan. Dus niks mis mee. Ik raak mijn rozen kwijt, mijn folders wil iedereen aannemen, dus gezellig praten met mensen, vertellen heel veel wat hun bezighoudt en dat is belangrijk voor ons. Veel bekende gezichten, ik denk dat onderling de sfeer ook goed is en we hopen natuurlijk de kiezer te kunnen overtuigen met onze krant en met een bloemetje.
zodat ze er in ieder geval een fijn gevoel aan overhouden vandaag. Gesprekken met inwoners, altijd leuk om er voor de mensen te kunnen zijn, want daar zijn we voor, met de mensen praten in plaats van over de mens praten. En in het zonnetje is het goed te doen, maar met het windje is het best nog wel koud, dus we hopen vanmiddag op wat meer zon. Ja, de gedachte is dat we een beetje schuren in de gemeenteraad. Hè? Dat we eventjes soms net wat een kritische blik komen of net een ander verhaal hebben. Het verhaal van de mensen van de straat, dus dat is de gedachte. Ik vind dat er over het algemeen, ja, er is genoeg te doen, maar er mag wel ietsje meer pit in. Voor mij is het echt gewoon het uitgaansgebied. Het Stadscafé is heel leuk natuurlijk. We hebben ook een leuk markt, een leuk plein, dus daar zou je ook gebruik van kunnen maken. Zomers hebben we bij de Waal eigenlijk een mooie locatie en er wordt ook niet echt iets gedaan. Dus dat is voor mij het belangrijkste. Nou, dat zag eruit als een prachtige dag. Wie was daar aanwezig? Uit de zaal? Ach, kijk, ja, iedereen. Nou, oké, heel goed. Ik was er zelf niet, dus ik was blij om het filmpje te zien. We trappen de interviews af met een bijzonder thema. Thema sociale activiteiten, ofwel misschien wel de ruggengraat van de gemeente of van elke gemeente. Ik mag zelf betrokken zijn bij een groep vrouwelijke ondernemers die zich inzetten voor ouderen met of eenzame ouderen, hier ook in Zaltbommel, met je hart. En het is zo fantastisch om te zien wat je samen teweeg kan brengen als je je in kan zetten voor mensen in de gemeente die wat hulp nodig hebben. Nu ook natuurlijk met Oekraïne gebeurt er ontzettend veel. Nou, de burgemeester vertelde me daar net al wat meer over. Nou, het is echt fantastisch om te zien hoeveel mensen zich daarvoor ook inzetten. En in Zaltbommel gebeurt er natuurlijk sowieso ook al heel erg veel. Misschien kent u de Spullenwaard. De geweldige kringloopwinkel. Ik kom daar zelf ook regelmatig om spullen te kopen of spullen te brengen. Maar ook op het gebied van jongerenwerk gebeurt er heel veel. En daar hebben we twee bijzondere gasten voor uitgenodigd om daar wat meer over te vertellen. Mag ik een heel groot applaus voor Wim Lamboy, voorzitter van de Spullenwaard. En Chris de Groot, jongerenwerker in Zaltbommel. Heren, welkom. Dank u. Fijn dat jullie er zijn. Ja, ja. Fijn ook om hier aanwezig te mogen zijn. Nou, heel goed. Wim, jij bent voorzitter van Stichting de Spullenwaard, ja. De kringloopwinkel. Ja. Kan je een beetje vertellen hoe het is ontstaan, wat jullie visie is, wat jullie missie is? Ja, we zijn in 2004 ontstaan en waren één keer in de week actief met een kraampje op de markt waarin we gekregen spullen verkochten. En daar vandaan zijn we gegroeid naar een organisatie die zit in pand 9, waarin we met ongeveer 100 vrijwilligers dagelijks een winkel runnen en met gekregen spullen eigenlijk geld genereren om daarmee goede doelen te ondersteunen. En daarmee helpen we mensen waar ook ter wereld die hulp nodig hebben, dus ook in Zaltbommel en omgeving. Ja, en hoe is dat, want zo'n 100 vrijwilligers, je noemt het al, de sfeer is altijd fantastisch, vind ik. Er werken ook echt hele leuke mensen, bijzondere mensen. Hoe werkt dat? Hoe werkt dat met zo'n groep? Wat kom je tegen? Wat zijn de uitdagingen? Wat zijn de hoogtepunten? Ja, okay. Nou, hoogtepunten, denk ik, is iedere verhuizing geweest vanuit het kraampje. Daar vandaan naar de Spullenwaard, hebben we in het kassencomplex gezeten. En in 2014 zijn we de uitdaging aangegaan om naar pand 9 te gaan. En voor ons waren dat toch wel mijlpalen in de geest van ja, zaken als kunnen we die lasten aan, hebben we voldoende vierkante meters of niet te veel, maar al dat soort dingen. Hmm. We hebben een hele diverse groep vrijwilligers en het is een echte familie. Familie van bijna 100 mensen, waar ontzettend veel plezier is, maar ook best af en toe wel eens wat minder mooie momenten, ook droeve momenten. Maar al met al zijn we met elkaar continu vanuit onze eigen talenten bezig om spulletjes die we krijgen gereed te maken weer voor verkoop, vervolgens te verkopen.
En dan met het geld goede doelen ondersteunen. En dat is een van onze missies. Dus het ondersteunen van goede doelen. Een andere missie is dat we bijna 100 mensen een zinvolle tijdbesteding geven. En dat we met de gekregen spulletjes het milieu minder belasten, doordat die gekregen spulletjes een tweede kans krijgen bij mensen die de spulletjes bij ons kopen. Ja. En ik denk dat we daarmee een maatschappelijke rol vervullen in Zaltbommel, maar ook een sociale rol. En een rol die we hopelijk nog heel lang kunnen blijven doen. En zie je de rol ook veranderen? Zie je het publiek veranderen? Ja, zeker. In de beginjaren hadden we veel verkoop aan onze Marokkaanse en Turkse medebewoners die heel veel spulletjes meenamen richting Turkije en Marokko. En vandaag de dag zien we heel veel, dat kringloop is een trend geworden. Dus er wordt door een hele brede vorm van de samenleving wordt er zowel spulletjes gebracht als spulletjes gekocht. Ja, ja, absoluut. Nee, ik denk dat iedereen is natuurlijk ook steeds bewuster ook van het klimaat en ja. Hoe wat we kopen daar natuurlijk ook heel veel invloed op heeft. Dus ja. Liever ook tweedehands kopen. En als je op deze absoluut. Manier dan jullie missie ondersteunt, is dat natuurlijk alleen maar fantastisch. Ja. 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 Nou ja, we zitten hier met de gemeenteraad, de toekomstige gemeenteraad. Wat is belangrijk voor de Spullenwaard en wat hebben jullie nodig van de gemeente Zaltbommel? Ja. Het is een mooi moment natuurlijk. Dat is een mooi moment om daarover te hebben. Nou, volgens mij zijn we daar al aardig mee bezig. Periodiek praat ik met de wethouder. En waar we op dit moment tegenaan gaan lopen is dat we qua vierkante meters alweer uitgegroeid zijn. En dat we op termijn zoeken naar een nieuwe locatie. Nou, dat is bekend en we zijn samen aan het kijken naar mogelijkheden daarvoor. En ik hoop dat dat gerealiseerd gaat worden binnen afzienbare tijd. En een tweede is eigenlijk, en ook daar zijn we al mee bezig binnen de gemeente. We hebben pas gesprek gehad in het kader van de brede beweging. Waarin de gemeente Zaltbommel en Maasdriel samen kijken naar armoede, het bestrijden van armoede. En we zijn aan het kijken op welke wijze de kringloopwinkel in de vorm van spullen, maar ook in de vorm van geld, de schrijnende situaties kunnen ondersteunen. En daar zijn we mee bezig om in gesprek met de gemeente te komen tot een modus, tot een oplossing waarop we daar nu en in de toekomst hopelijk veel mensen mee kunnen bereiken en kunnen helpen. Ja, want daar verschuiven natuurlijk dingen. De prijzen, weet je, de koopkracht vermindert, de gasprijzen verhogen. Er gebeurt natuurlijk heel erg veel. En ziet u ook die doelen die jullie ondersteunen, dat ook steeds meer lokaal besteed wordt? Ja. Wat misschien leuk is om te weten, is dat vrijwilligers bij ons ook een stem hebben in waar het geld naartoe gaat. En dat betekent dat een paar jaar geleden op een werkbijeenkomst of een vrijwilligersbijeenkomst, vrijwilligers hebben aangegeven, dat is hartstikke leuk om doelen over de hele wereld te steunen. Maar zouden we ons ook niet kunnen gaan richten op onze eigen omgeving? En dat zijn we toen gaan doen. En we zijn in contact getreden met organisaties als de Zonnebloem, de Wielenwaal, buurtzorg, vluchtelingenwerk. En die ondersteunen we allemaal. Dus op die manier proberen we voor de lokale gemeenschap ook goed bezig te zijn. Nou, geweldig. Ja. Fantastisch. Heel erg leuk om te horen wat jullie allemaal doen. Chris, jij bent jongerenwerker. Jij werkt voor Buurtzorg Jong. Dat doe je vanuit een enorme bevlogenheid en passie. En jongeren zijn natuurlijk de toekomst, dat weten we allemaal. Maar ergens ook natuurlijk wel een moeilijke groep. Moeilijk te bereiken soms ook. Ook vanuit de politiek natuurlijk ook. Hebben het ook moeilijker. We hebben corona achter de rug, mental health onder jongeren, psychische problemen is natuurlijk iets wat heel erg speelt ook. Woningnood. Kan je vertellen over je werk en wat je allemaal ook tegenkomt hier in de gemeente Zaltbommel? Ja, van alles. Waar zal ik beginnen? jeugd is een grote groep. Als je al kijkt binnen de gemeente, ik heb laatst wat cijfers gezien, tussen de 0 en 25 jaar zijn er volgens mij 9000 kinderen tot jongeren.
De jeugd heeft de toekomst, dus daar liggen heel veel kansen aan alle kanten. Ze hebben het een hele tijd heel moeilijk gehad. Mm. Ja, wat kom je tegen, wat je al noemt? Een stukje woningnood, maar ook de corona-periculum. Ja. Heel veel jongeren werden wat depressiever. Ja, die zien wij heel erg terug. Dat stukje mentale gezondheid komt heel erg terug bij jongeren. En dan moeten we weer opnieuw iets verzinnen om daar echt op in te gaan zetten. Ja. Ja, nu is de vraag, we mogen weer. De vraag wordt heel groot naar activiteiten, maar ook het samenkomen. Ook het zien van jongeren die minder goed bereikbaar zijn. Dus die heel veel op social media zitten. En die proberen we ook weer bij elkaar te brengen. Middels verschillende activiteiten. Dus in die zin komen we heel veel tegen. Maar we proberen het zo breed mogelijk uit te zetten. En ja, we hopen dat we dat voort kunnen zetten. En wat zijn je grootste... wat zijn de belangrijkste manieren om jongeren te betrekken? Ik bedoel ook tijdens raadverkiezingen. Ze gaan natuurlijk niet allemaal stemmen, denk ik. Hoe probeer je ze daar toch toe te motiveren? Ook om te zien hoe belangrijk hun stem is. Nou ja, ga het gesprek aan. Toevallig vandaag nog een jongen gesproken. Daar hebben ze thuis over de verkiezingen. Nou, die moest dan gaan stemmen. Dus wat is dan daar de gedachte achter? Ga er mee. Sommige gezinnen zijn er heel erg mee bezig, sommige niet. Jongeren zelf op zich niet zo. Als je kijkt, nou ja, over 4 jaar, als je die nu al gaat aanspreken, zijn jongeren die zijn nu 14 jaar, als ze dan 18 zijn, als je er nu al mee begint, dan denk ik dat je al een hele voorsprong hebt. In plaats van als je dan pas begint met de 18-jarigen. Ik denk dat daar wel een kans zit. Zeker. En dezelfde vraag voor jou. Wat zou jij willen meegeven voor de aankomende raadsperiode? En dan natuurlijk ook in betrekking tot het werk wat jij doet. Nou, ik denk dat jongeren juist zichzelf gezien, die willen gezien worden, maar ook een stukje terug vanuit de andere kant. Dus het maakt niet uit wat voor functie je hebt, laat je zien of kom bij onze activiteiten langs of iets dergelijks. Jongeren die houden ook van binding. Wij werken in de wijken zelf, in de dorpen zelf. Je wordt een bekend gezicht. Als nou andere mensen in de politiek of vanuit de gemeente, als ze dat ook doen of wat meer doen, dan wordt dat ook vertrouwder. En ik denk dat je dan ook een betere band hebt met je eigen publiek, je eigen inwoners en je eigen jeugd. Zeker, nou, dat is een prachtig antwoord. Dus vooral eigenlijk elkaar zoveel mogelijk ontmoeten, ondanks misschien bepaalde generatieverschillen, leeftijdsverschillen, elkaar opzoeken. Ja. Heb je een mooi voorbeeld van een activiteit of een bijeenkomst binnenkort op de agenda waar mensen dit meteen tot uiting kunnen brengen? Nou ja, we hebben een vast activiteitenprogramma. Bel ons of mail ons en je kan altijd langskomen. We zijn druk bezig, we zitten bomvol. Laatst was de vraag vanuit de burgemeester, heb je ook 18-plus groepen? Dat is een iets lastige groep. Die werken al veel, die zijn bezig met een gezin. Die kennen we wel uit de persoonlijke begeleidingstrajecten. Alleen niet zozeer uit activiteiten. Dus die zijn ook wel weer moeilijker te vinden om daar een gesprek mee aan te knopen tijdens een activiteit. Maar inderdaad wat ik al zeg, als je wat eerder begint, ja, misschien ligt daar wel de toekomst. Heel goed. Nou, dames en heren, Chris de Groot. Spreek hem zo meteen aan. Heel erg goed om juist inderdaad die verbindingen op te zoeken samen. Wim Lamboy, jij ook ontzettend bedankt. En ook hier, misschien fijn als jullie elkaar ook straks nog meer kunnen ontmoeten. Dankjewel. Heren, dankjewel. Dankjewel. Ja, en van de helden van Zaltbommel gaan we naar de helden van de muziek. We gaan luisteren naar de Wieners, Cliff Richard met Lucky Lips en Johnny Cash met Get Rhythm. When I was just a little baby, I didn't have many toys, but my mama used to say, son, you got more than other boys. Now you may not be good looking, and you may not be too
kissing. Lucky lips are never blue. Lucky lips will always find a pair of lips so true. I don't need a four-leaf clover, rabbit's foot, or a good luck charm. With lucky lips you'll always have. Dank u wel. Johnny Cash. Hey, get rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, you got a rock and roll feeling in your bones. Put taps on your toes and I get gonna get a rhythm. When you get the blues, a little shoeshine boy you never can slow down, cause he's got the dirtiest job in town. Bending low at the people's feet on the windy corner of a dirty street. When I asked him how to shine my shoes, how to keep from getting the blues, Rinders raised his little hand up on the shoeshine rack. Then he said, get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, it's a jumpy rhythm, makes you feel so fine. It'll shake up your trouble from a worried mind. Get rhythm. When you get the blues. Get rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, you got a rock and roll feeling in your bones, with taps on your toes, and I get gonna get a rhythm. When you get the blues. So I sat down and listened to the shoeshine boy, and I thought I was gonna jump for joy. Slapped on the shoe polish left and right, took a shoeshine rag and he held it tight. He stopped once to wipe his sweat away. I said, you might a little boy, a bit of working that away. Said, I like it with a big white grin. Kept on a bob, but then he said again, get rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, it only costs a dime, just a nickel a shoe. There's $1 million with the good for you. Get rhythm. When you get the blues. Thank you. Yeah, the Wieners. De uitslagen druppelen binnen, maar we hebben goed nieuws. We hebben de eerste uitslagen binnen van de vroege stemmers, 14 en 15 maart, als ik begrijp. Burgemeester, wat goed dat u erbij bent. Ja, we gaan kijken. Ja, waarom? 14 en 15 maart inderdaad. Nou, daar zijn ze. Daar zijn ze. We zien dat er fors SGP gestemd is, fors ChristenUnie. Het is het Zalencentrum, het Gement. Ons allemaal bekend, dus het is Aals, dat moeten we er wel even goed bij duiden. We zien ZVV nog een behoorlijk aantal stemmen en dan zien we CDA 12, VVD 9, SP 7, 2 D66, 9 BVNL, 9 Partij van de Arbeid en 8 GroenLinks. En is dit een beetje wat u had verwacht van de vroege stemmers, ook van het stembureau? Gement. Ja, nou, vraag, nou is een gewetensvraag die je stelt. Ik heb geen idee. Sommige mensen hebben dit gehoopt en anderen hebben misschien een lichte teleurstelling, dat weet ik niet. Maar het is slechts een eerste indicatie. Dus laat u niet uit het veld slaan of juicht niet te vroeg. Het is echt de start. Een start. Een start. Hoe is het met de algehele opkomst eigenlijk deze dagen? Ja, die ligt helaas ook hier bij ons rond de 50%. Ik had gehoopt, we hebben er heel veel energie in gestoken dat veel mensen zouden komen kiezen.
Maar dat is helaas niet gebeurd. Ik weet niet, na het gemeent, of wij nog Van der Valk hebben. Want daar konden mensen ook stemmen. Nee, die hebben we nog niet. Dus dan laten we hier het bij voor nu. En we hopen zometeen echt meer uitslagen te hebben. Wat zeg je? Ja, dat is Maasdriel. Inderdaad. En ik kan niet over Maasdriel spreken. Ik kan alleen spreken over Zaltbommel. En dat is nog niet binnen. Dus wij houden de spanning erin. Ik weet niet of dat vooropgezet is, Hanna. We gaan er vanuit van niet. Maar zoals u al net aangaf, dit is een start. We verwachten de rest van de uitslagen zo snel mogelijk binnen. Voor nu gaan wij even een korte pauze houden. 15 minuten. En dan komen we bij u terug, hopelijk met veel meer uitslagen. Dank u wel. Dank u wel, burgemeester. Tot zo.
Welkom terug, dames en heren. Ik hoop dat u een goede pauze heeft gehad. En we gaan door met ons programma. Meer dan 20 jaar maakte hij deel uit van de gemeenteraad. Hij schreef een boek over de architectuur van de Sint Maartenskerk. En als markante bommelaar, mag ik wel zeggen, is hij de trotse drager van de gemeentepenning die hij in 2020 uitgereikt kreeg. Ik heb het natuurlijk over columnist en zoveel meer, Kees Metz. En hij gaat ons meenemen in 3 decennia gemeentepolitiek Zaltbommel. Mag ik een heel groot applaus, Kees Metz. Goedenavond. 3 decennia gemeentepolitiek. Nou, ik moet proberen om het niet te politiek te maken, is er gezegd. Dus wat dat betreft ga ik het toch een beetje anders doen dan Hanna aankondigt. De gemeentewet, dat is de basis waarop u allen vandaag gekozen hebt en gekozen zult zijn. En een heleboel mensen die denken dat die gemeentewet van Thorbecke uit het midden van de 19e eeuw, dat die nooit is veranderd, dat het altijd hetzelfde is gebleven. Nou, geloof het maar niet. Een van de dingen die veranderd is, dat is de laatste, dat zit wel in die laatste 30 jaar, dat is het dualisme. En daar wil ik toch een paar dingen over zeggen. Maar dan begin ik op 26 april 1986. Toen was er een ontploffing in een kerncentrale in de voormalige Sovjet-Unie in Tsjernobyl. Een dag later, de 27e, vierde prins Willem-Alexander, onze kroonprins, zijn 19e verjaardag. En nog weer 2 dagen later, op 29 april, waren er rellen in het stadhuis, bij het stadhuis van Utrecht, bij de installatie van de gemeenteraad, omdat op dat moment voor het eerst een lid van de Centrumpartij lid van die raad werd. Van diezelfde raad, op dat moment, werd ik lid. Het was een hele bijzondere bijeenkomst. Verkiezingen in die tijd waren 6 weken voor de installatie van een gemeenteraad. En waarom was dat? Omdat de coalitiebesprekingen, die vonden toen plaats voor dat de raad geïnstalleerd werd. Die moesten afgerond zijn, want wethouders waren in die tijd nog raadslid. En zodra de nieuwe raad was geïnstalleerd, waren de oude wethouders dus geen wethouder meer. En er moest wel minstens 1 wethouder zijn, want alleen de burgemeester aan het hoofd van de gemeente, aan het hoofd van het college, dat was niet acceptabel. Dus eventueel, en het kwam heel weinig voor, maar het is wel voorgekomen, werd er pro forma 1 wethouder benoemd. Maar meestal zorgde men er wel voor dat die 6 weken dat die voldoende waren om tot een coalitie te komen. En zo is het doorgaan tot 2002. Dus 16 jaar later. Toen kwam het dualisme. Daar is heel lang over gediscussieerd, want men wilde eigenlijk iets zoals het bij de Tweede Kamer en het kabinet was. Ministers zijn geen lid van de Tweede Kamer. De voorzitter van de Tweede Kamer is een andere als de voorzitter van de ministerraad. Scheiding der machten. En dat moest voor de gemeente en overigens ook voor de provincie, moest dat geregeld worden. De bedoeling daarvan was dus dat de wethouders geen raadslid meer zouden zijn. Iedereen kon wethouder worden, ook al stond hij niet op een van de lijsten. De bedoeling was meer afstand tussen het beleidsvoorbereidende en het vast te stellen en controleren van het beleid. Dat zou moeten leiden tot meer onderlinge discussie in de raad en minder tussen college en coalitie dichtgetimmerde voorstellen. Het oorspronkelijk ontwerp voorzag ook in minder raadsleden. Er zouden minder raadsleden moeten komen, want dat kostte geld als er meer als dat aantal raadsleden gelijk zou blijven en je zou de wethouders daarnaast ook nog moeten betalen. Alleen die discussie die leidde in de Tweede Kamer tot een amendement en het aantal raadsleden werd niet verminderd. Zaltbommel zou volgens het
aanvankelijke voorstel 2 raadsleden minder krijgen. En de kosten daarvan, die zouden niet opwegen tegen wat er aan de wethouders werd gegeven, maar de wethouders die werden betaald. Het lukte dus niet om dat voor elkaar te krijgen, maar de extra kosten die dat dus uiteindelijk opleverde, die werden niet gecompenseerd. Waar heb ik dat vaker gehoord? Een wethouder was de bedoeling dat hij ook niet meer bij fractievergaderingen zou zijn, want er moest afstand zijn tussen de raad en het college. Dat was de bedoeling. Er kwam ook een strikte scheiding tussen de ambtelijke staf die het college bediende en de griffie. Er kwam een griffie in dienst van de raad onder leiding van de griffier die speciaal ten behoeve van die raad ging functioneren. De raadsleden, het was ook niet de bedoeling dat ze rechtstreeks naar de ambtenaren zouden gaan zoals in het verleden wel het geval was. Nee, als je ambtelijke bijstand wilde, dan moest je vanaf nu dat via de griffier doen. En die deed dat dan, die regelde dat dan, al of niet, via de secretaris als directeur van de gemeentelijke organisatie. Een van de opmerkelijke dingen die niet geregeld werden eigenlijk bij de invoering van dualisme, is de functie van de burgemeester. Die vervult sindsdien een dubbelfunctie. Hij is én voorzitter van de gemeenteraad én voorzitter van het college. Een van de opstellers van het wetsontwerp in de tijd van het dualisme, dat was professor Elsinga, en die heeft later gezegd, dat is eigenlijk een foutje, daar zouden we wat aan moeten doen. Toen ik dat een keer gelezen had en ik zat in de gemeenteraad, toen heb ik een paar keer voorgesteld bij algemene vergaderingen, misschien zou het handig zijn om die scheiding toch aan te brengen en de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad als gekozen raadslid voorzitter te laten zijn van de raadsvergadering en de burgemeester zich te laten beperken tot het college. Nou, daar is nooit echt iets mee gedaan met die opmerkingen. Met name Albert van der Bos, onze vorige burgemeester, die vond dat maar een rare opmerking. Die kon daar helemaal niks mee. Overigens, niks ten nadele van al die burgemeesters die ik heb meegemaakt, want die hebben het allemaal wat dat betreft wel uitstekend gedaan, hoor. Ik bedoel, het ging mij om het principe. De wethouders die mochten dus geen raadslid meer zijn. En dan vind ik het dus heel vreemd dat wethouders wel ineens op de kieslijst terechtkomen. Of zelfs lijsttrekker worden. Want die wethouders die hebben helemaal niet de intentie over het algemeen om in de gemeenteraad te komen. Dat zeggen ze ook vaak van nee, ik sta wel op de lijst, dat is omdat ik populair ben en ik wil stemmen trekken. Maar ik ben helemaal niet van plan om in de raad te gaan als ik geen wethouder meer word. En overigens, als ze dat wel deden, we hebben hier in Zaltbommel een paar ervaringen dat het helemaal niet leuk is om als je wethouder geweest bent, om dan in de raad te gaan zitten. Je weet dan veel te veel. Als raadslid word je geacht de grote lijn te bekijken en jij bent dan op de hoogte van alle details. Mijn conclusie is dat we leven nu 20 jaar met dualisme. Ik geloof dat het dualisme eigenlijk, zoals het nu is, een verkapt monisme is. Het wordt tijd om het te gaan evalueren. In Den Haag, maar met een duidelijke inbreng van de lokale politiek. Dus met ons en niet alleen over ons. Dank u wel. Kees Metz, dank u wel. Ja, Kees, ik heb nog één vraag voor u. 20 jaar gemeentepolitiek, 20 jaar gemeenteraad. Wat is uw mooiste herinnering? Mijn mooiste herinnering? Dat is dat ik een paar keer voorzitter mocht zijn van de vertrouwenscommissie die tot de benoeming van een nieuwe burgemeester en een nieuwe waarnemend burgemeester leidde. Dat waren echt belevenissen dat je zegt van ja, daar kun je wat mee. Die neemt u mee. Ja. En de mooie penning natuurlijk.
Mooi. Dank u wel voor deze prachtige voordracht. Dag. Kees Metz. We gaan kijken naar een interview met de inwoners van de gemeente Zaltbommel. Kijkt u mee. Dus ik ben geboren in Velzen. Door allerlei omstandigheden hier terechtgekomen. En eigenlijk ontzettend goed ontvangen door de mensen hier uit de straat. Ja, wat er veranderen zou moeten is het vrij parkeren op zondag. Veel meer gedaan zou kunnen worden aan cultuur. En met name dus de opleiding van jonge mensen om een muziekinstrument te gaan bespelen. Het is heel belangrijk voor de ontwikkeling van je hersenen als je een muziekinstrument leert bespelen. En er wordt eigenlijk helemaal niets gedaan in de gemeente om dat te stimuleren. En er zijn dus mensen die op scholen les zouden kunnen geven. En dat is tot nu toe niet van de grond gekomen. Maar waar ik heel erg positief over ben, dat is de voorzieningen die de gemeente Zaltbommel voor mensen met een hulp die ze nodig hebben na een operatie of iets dergelijks. Dat vind ik al heel erg goed georganiseerd. Ja, ik woon ondertussen 42 jaar in Zaltbommel en ik vind het een ontzettend prettige stad. Een hele fijne omgeving, een goed winkelbestand, veel mooie voorzieningen. Kortom, een prettige stad om in te wonen. Nou, trots gewoon eigenlijk als je naar de hele stad kijkt. En niet alleen de hele stad, hè, naar de hele omgeving. Hè, want Zaltbommel is meer dan alleen de stad. De stad heeft natuurlijk heel prachtige voorzieningen, maar er zijn prachtige dorpen. We kunnen lekker fietsen door de omgeving, wandelen langs de Waal. Dus wat wil je als inwoner eigenlijk nog meer? Zaken die mij minder trots maken, eigenlijk niet zoveel. Ja, zoals in elke plaats, ook hier heb je af en toe onrust van jongeren. En daar zou de gemeente best wat voor mogen doen, wat mij betreft. Als je kijkt wat de gemeente nog wel zou kunnen doen voor jongeren, dan denk ik vooral aan voorzieningen waar ze, als het wat minder mooi weer is, waar ze elkaar kunnen opzoeken, met elkaar dingetjes kunnen doen, zodat ze zich op die manier vermaken. Wat ik de nieuwe gemeenteraad mee zou willen geven is, blijf goed zorgen voor de inwoners. Nog meer duurzamer worden dan we op dit moment al aan het inzetten zijn. Als we dat met elkaar kunnen behouden, komt het zeker goed. Ik denk dat we in een heel mooi gebied van Nederland wonen. Ik voel me met name verbonden met Gameren natuurlijk, ook de plaatsen waar ik in woon, maar ook wel met Zaltbommel. Want als mensen vragen waar woon je, ja, dan zeg ik in eerste instantie van ik woon in Zaltbommel, in het plaatsje of bij Zaltbommel. Dus in die zin voel ik me daar wel verbonden bij. Wat er zeker behouden moet blijven in de gemeente is dat burgers kunnen participeren en mee kunnen denken over de leefbaarheid. Dus dat dat een heel belangrijk punt is. Eigenlijk ben ik bij de dorpsraad gegaan om iets te kunnen betekenen voor het dorp Gameren. Wat ik de raad mee wil geven is, ja, we zijn hier nu in Joop. Veel bewoners hebben ons gevraagd of dat het mogelijk is om hier verjaardagen te mogen vieren. Maar eigenlijk lopen we daar tegen het dorpshuisbeleid aan, dat ons in de weg zit om hier verjaardagen voor bewoners te vieren. In Zaltbommel woon ik al een jaar of 13 weer. Ik ben hier opgegroeid in de Bommelwaard, maar ik ben 35 jaar weg geweest. En ik ben weer teruggekeerd naar mijn geboortestreek. En ik woon in Poederooien. Wat maakt mij minder trots om hier te wonen? Als ik door de Bommelwaard rijd, dan geniet ik van de dijken. Ik geniet van de rust, de open kommen. Maar ik vind de expansie van de kassen veel te sterk. En die hebben een negatieve invloed op het leefklimaat van de dorpen waar ik ook in woon. Ook met name Poederooien en Gameren en Nieuwaal. We mogen trots zijn op twee prachtige kastelen in Bommelerwaard. Loevestein, waar ik dichtbij woon. Ook een prachtig kasteel van Ammerzode. En uiteraard op mijn werk ook in het stadskasteel in Zaltbommel als vrijwilliger. Ik maak me zorgen over wat er gaat gebeuren in Zaltbommel met de poorterij in de Sint Maartenskerk. De gemeente Zaltbommel heeft de Sint Maartenskerk en de poorterij aangekocht voor een bedrag van 10,4 miljoen. Ze zijn dus eigenaar geworden van de Sint Maartenskerk. Ik vind dat een religieus gebouw. Het wordt gerestaureerd met miljoenen overheidssubsidie. De overheid mag er best een bepaald gebruik voor maken. Maar ik houd mijn hart vast wat er in Sint Maartenskerk op gebied van exploitatie en horeca gaat gebeuren.
gaan verder met onze reeks interviews. Het tweede thema is ondernemerschap. Ondernemerschap is natuurlijk cruciaal voor een gemeente. Zonder ondernemerschap geen innovatie, geen ontwikkeling, risico's die genomen worden, vernieuwingen. Maar bovenal ook is ondernemerschap natuurlijk vaak een voedingsbodem voor de duurzame en sociale keuzes die zo ontzettend belangrijk zijn. We gaan in gesprek met twee ondernemers. Roeland Racing, hij is specialist op het gebied van energietransitie en een van de kartrekkers van de coöperatie Zonprojecten Bommelerwaard. En Martin Groeneveld, directeur van autobedrijf Van Tilburg, voorzitter van de Binnenstadsfonds Zaltbommel. Mag ik een groot applaus, Roeland Racing en Martin Groeneveld. Heren, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Ja, Roeland, allereerst duurzaamheid. Iets wat ons allemaal aangaat, maar blijft natuurlijk ook een complex thema waar we helaas niet altijd iedereen in meekrijgen. Jij zet je daarvoor in, de energietransitie. Kan je vertellen over de coöperatie, hoe het ontstaan is, wat jullie doen? Natuurlijk, met alle plezier. Maar klopt het, Hanna, dat net mijn dochter op jouw kinderen heeft gepast? Heb ik dat goed? Dat klopt zeker, ja. Ja, mijn dochter is heel commercieel, dus ik moet zeggen dat je hele leuke kinderen hebt. Oh, nou wat goed. Ah, dat is heel leuk om te horen. Nee, wij zijn iets meer in het coöperatie Bommelerwaard. We zijn een ondernemende coöperatie, maar ja, wie zijn we? Even heel kort. We zijn een club van een paar honderd mensen, allemaal bewoners van de Bommelerwaard. Ontzettend divers. We hebben als gezamenlijk doel het verduurzamen van de Bommelerwaard. Maar zo divers er zijn mensen bij ons echt actief bij Extinction Rebellion. Dus helemaal aan de radicale kant. Ja. Maar je hebt ook de meest brave, keurige, conservatieve, ik zou bijna zeggen bekakte mensen lopen en alles ertussenin. Maar we hebben twee dingen denk ik een beetje gemeen. We vinden allemaal dat de Bommelerwaard sneller moet verduurzamen. We willen de energietransitie vaart geven, gas geven erop. En het andere wat we denk ik met z'n allen gemeen hebben, is dat we eigen regie willen. We willen niet wachten op commerciële clubs die zeggen waar de hele grote windturbines moeten komen te staan, om daar zoveel mogelijk geld aan te verdienen. Maar wij willen zelf bepalen waar ze moeten komen staan, of ze moeten komen staan, om de voordelen te goed te laten komen van de burgers in Bommelerwaard. Ja. En niet ten nadele van de natuur, maar als het kan ook ten voordele van de natuur. En hoe gaat dat in zijn werking? Want hoe krijg je juist natuurlijk de burgers daarin in mee? Jullie hebben onlangs ook gezorgd dat er zonnepanelen geplaatst werden bij basisschool De Bogert. Ja. Dat is denk ik ook een heel mooi voorbeeld, juist ook hoe je de jeugd meekrijgt. Kan je daar iets over vertellen? Ik weet dat uw dochter daar ook een rol in heeft gespeeld. Ja, het is denk ik al een voorbeeld van wie, misschien een beetje waar we voor staan. We willen de hand uit de mouw steken. Dus een van ons kwam inderdaad op de school en zag van, hey, het is een immens dak op het zuiden, daar moeten we wat mee. Daar willen we panelen op gaan leggen. En dan is het een kwestie van gewoon doen. Met elkaar gaan praten, met elkaar aan tafel zitten. Gewoon eigenlijk enthousiaste vrijwilligers, dat zijn we dus allemaal. We zijn ondernemende vrijwilligers. En dan probeert voor elkaar te krijgen, ja, of je de mensen daar... Het kost soms, als ik eerlijk ben, best wel moeite om de mensen daarin mee te krijgen. Heel veel mensen willen eigenlijk wel, maar om ze, dat is ook eigenlijk de grootste uitdaging waar we misschien voor staan. We hebben nu een paar honderd leden, maar het liefst zouden we duizenden Bommelerwaarders lid willen maken. Om met elkaar, wat ik zeg, die energietransitie vaart te geven en ook wat ik zeg, regie te nemen. Om het zelf met elkaar te doen en te bepalen hoe en waar we het willen. En dat is nog best een uitdaging. Het andere is, als je met mensen eenmaal erover praat, lukt het om mensen erin mee te krijgen en maak je enthousiasme los. En zet je er samen de schouders onder. En dat vinden we enorm leuk. En dat geeft ook heel veel energie. Nou, geweldig wat jullie doen. En misschien is vanavond ook wel dan een mooi moment zometeen bij de volgende pauze om een beetje reclame te maken voor de coöperatie. Ja, ik hoorde laatst ook van iemand dat het juist ook op gemeenteniveau en in de dorpen, in de straten, zo belangrijk is om dit soort acties te ondernemen. Want als de buurman het doet, dat is eigenlijk de allergrootste beweegreden om zelf ook zonnepanelen te nemen. Bijvoorbeeld. Dus... Ik kan dat helemaal onderschrijven. Ik ben het volstrekt met je eens. Precies, ja. Die olievlekwerking, elkaar enthousiast maken, is het mooiste wat er is. Nou, wat goed. Ja, Martin, jij hebt een autobedrijf. Ja. Steeds meer elektrisch dan, neem ik aan. Steeds duurzamer, steeds meer elektrisch. Heel en goed. Met de huidige ontwikkelingen op de brandstofmarkt gaat die verduurzaming die gaat een heel stuk sneller als, als natuurlijk. De afgelopen periode. Dus, ja. Dus wat dat betreft... gaan we elkaar nog spreken. Ja, precies. Elk nadeel zijn voordeel. Je bent voorzitter van de Binnenstadsfonds. Klopt. Een belangrijk fonds voor Zaltbommel. Ja. Jullie ondersteunen ondernemers. Ja. Kan je daarover vertellen? Ja, natuurlijk kan ik daarover vertellen.
Zaltbommel heeft een ontzettend leuk en gevarieerd aantal ondernemers. Moet ik wel duidelijk zeggen, natuurlijk in de binnen- en in de buitenstad en in de dorpen eromheen. Uiteraard in de dorpen eromheen, maar ook op de industrieterreinen natuurlijk en op de bedrijventerreinen. Wij concentreren ons op de ondernemers die in de binnenstad gevestigd zijn. Daar hadden wij voorheen een ondernemersvereniging op lopen. En die vereniging die hebben we eigenlijk getransformeerd naar een binnenstadsfonds. Door middel van reclamebelasting wordt er een belastingdruk neergelegd bij de ondernemer die actief is in de Zaltbommelse binnenstad. En middels het fonds gebruiken wij dat geld om het ondernemersklimaat in de Zaltbommel voor die betreffende ondernemers te verstevigen en te verduurzamen. En wat hebben jullie daarmee kunnen bereiken de afgelopen jaren? Eigenlijk het allerbelangrijkste wat we daarmee hebben kunnen bereiken is een stuk draagvlak en het aan kunnen stellen van een binnenstadsmanager. Binnenstadsmanager blijkt een ongelooflijke belangrijke rol te vervullen in die hele samenleving van die Zaltbommelse ondernemers. Om uiteindelijk projecten, initiatieven, acties, evenementen, om die dus uiteindelijk gewoon collectief te laten dragen door al die ondernemers. En daarmee dus die ondernemers ook te enthousiasmeren om actief deel te nemen. En op die manier dus allemaal een beetje dezelfde kant op te gaan. En het voelt als een hechte gemeenschap, is dat ook zo? Ja, het is absoluut een hechte gemeenschap. Tuurlijk heb je met ondernemers te maken, dus eigenwijzigheid ten top natuurlijk. Ja. En ieder wil het op zijn of haar manier doen. En dat is ook gewoon echt prima. Maar laten we vooral ook kijken naar welke mooie punten we in Zaltbommel hebben en hebben kunnen bereiken. En waar we met z'n allen nu voor en naar aan het werk zijn. Zeker. Het is een belangrijke avond vanavond, de verkiezingen, de uitslagen worden bekend. Ja. Waar hopen jullie als fonds op? Waar hopen jullie dat de gemeenteraad zich gaat inzetten? Wij hopen eigenlijk op een hele goede samenwerking met de diverse partijen natuurlijk. En waar wij echt op hopen is dat we een gemeenteraad krijgen die uiteindelijk initiatieven of vernieuwingen positief toejuicht en daarmiddels gewoon daadkracht en draagkracht een beslissing neemt. Ja. En waar wij heel erg voor zijn is, en dat is een beetje ondernemers eigen natuurlijk, maar neem een besluit. Praat niet eindeloos om, draai niet eindeloos om de brei heen, maar neem een besluit. Evalueer daarna een periode later de uitkomst van zo'n besluit en stel ze nodig bij. Maar liever wel iets doen als leidzaam toezien, want stilstand is achteruit gaan. Daadkracht. Een echte, absoluut. Echt kenmerk ook voor ondernemers natuurlijk. Roland, heb jij nog iets aan toe te voegen? Duurzaamheid uiteraard. Duurzaamheid. Nee, wij zoeken in de gemeente, en tot nu toe vinden we die ook, een partner om inderdaad onze doeleinden na te streven. Een gemeente die niet het minimale doet wat nodig is, maar een tandje harder wil. En daar gaan we ons ook wel hard van maken om een beetje harder te duwen dan wat de gemeente hier en daar tot nu toe heeft besloten. Hopelijk samen met de enthousiaste nieuwe gemeenteraadsleden om Zaltbommel nog een tandje harder de goede kant op te duwen. Heel goed. Nou, dank jullie wel. Ik kan alleen maar zeggen, als ondernemer waardeer ik ontzettend wat jullie beiden doen voor de ondernemers, maar ook op het gebied van duurzaamheid. Ontzettend bedankt dat jullie hier vanavond ook aanwezig wilden zijn. Mag ik een heel groot applaus voor Roland Racing en Martin Goedeweld. Dank je wel. Dank je wel. En groeten aan je dochter, Roland. Ja, het is bijna tijd voor de tweede ronde met de uitslagen. De spanning stijgt, ik begrijp het heel goed. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar de winners. Heartbeat, Buddy Holly en Baby I Don't Care, Elvis Presley. Heartbeat. Why do you miss when my baby kisses me? Heartbeat,
Why does a love kiss stay in my memory? Riddly pat, I know that new love thrills me. I know that true love will be heartbeat. Why do you miss when my baby kisses me? Heartbeat, why do you skip when my baby's lips meet mine? Heartbeat, why do you flip and give me the skip beat sign? Ja, burgemeester, we hebben gelukkig de volgende uitslagen binnen. Het gaat niet heel snel. Het gaat niet heel Hoe komt snel? Dat? Ik hoop dat het veel meer... Ja, dat vraag ik me ook af. Ik zit hier en heb net zoveel spanning als u. En ik dacht ook van nou, wij doen dat eventjes en dat komt helemaal goed. Maar we hebben er een aantal binnen, dus nou ja, laten we daarna gaan kijken. We gaan heel snel kijken naar de uitslagen. Geduld is een schone zaak. Ja, kijk aan. Hier hebben we Stemro van der Valk. Heel goed. Weer de vroege stemmers ook, hè? Ja. Ja. Dit is van 14 maart dus nog. Dus dat is nog van voor die tijd. Nou, u ziet hier ZVV als grote partij en de VVD. Het is Zaltbommel, dus voor de SGP altijd een beetje teleurstellend. En alle andere partijen zitten redelijk in de moot tussen de 44 en de CDA aan de onderkant als 22. Goed, we gaan kijken. Volgende. Dat we doorgaan. Ja. Mobiele stembureau. Dit is de dubbeldekker, hè? De Dit rode. Dit is de dubbeldekker waar ik gestemd heb. Daar zijn niet zoveel stemmen uitgebracht. Heel veel één. Maar we zien hier SGP, CDA en ChristenUnie, maar met name de SGP als de grote winnaars.
Ik denk dat we ook weer doorgaan. Ja. Dorpshuis. Poederooi is dit, denk ik. Ja. Toch? Ja. Nou, het is hier duidelijk. Dat is grote SGP. En alle andere partijen zitten tussen de 9 en de 43. 43 ChristenUnie, 43 ZVV, 20 CDA, 28 BVNL en een aantal 18, 16, 9, 9. Maar hoe was dat dus 4 jaar geleden? Toen we gaan nog kijken naar één uitslag, klopt dat? Of gaan we naar de vergelijking? We gaan door. We gaan door. Oh, dit is de historische vergelijking. Nou, daar zien we dus een winst van de SGP, klein verlies ZVV, verlies CDA, klein verlies ChristenUnie, BVNL natuurlijk behoorlijk gescoord. Ja, Partij van de Arbeid GroenLinks kan ik niks van zeggen, want we hebben daar namelijk geen vergelijkingsmateriaal van. Maar duidelijk dat hier de SGP goed gescoord heeft en alle andere partijen zijn beduidend minder. Wij kijken verder. Stembureau Het Kruispunt. Het Kruispunt. Ja, ChristenUnie en SGP, ja. Hè? Ja, ZVV en ChristenUnie inderdaad, ja. Maar hoe was dat historisch? Dit was gisteren inderdaad. En dat kunnen we dus niet vergelijken, Het Kruispunt. Nee, dat kunnen we niet vergelijken. Dan gaan we verder naar de volgende. Stembureau Van der Valk. Van der Valk 1. ZVV als grote partij, de VVD, D66, BVNL, fors gescoord. En hoe was dat, want was deze er 4 jaar geleden ook in vergelijking met 4 jaar geleden? Ja, daar zien we dus een verlies voor het CDA, voor ZVV, voor de VVD en voor de SP. En een winst voor D66 met name. Ja, en BVNL ook. En nogmaals PvdA GroenLinks, dat kan ik niet vergelijken. Kunnen we nog meer uitslagen? Tussentijdse uitslag. Ja. Hoe is het tot dusverre? Nou, alles wijst voor zich. Een grote SGP. Een behoorlijke ZVV. Een klein CDA, SP, D66, BVNL, PvdA en GroenLinks. En een wat groter ChristenUnie en VVD. Er zijn slechts 7 stembureaus geteld van de 27. Dus we hebben nog wel wat te gaan. We hebben nog wat te gaan. Het is nog maar het begin. We hebben nog een hele avond voor ons, als ik het zo zie. Neemt u nog een drankje, zou ik zeggen. Neemt nog een drankje. We hebben ook nog even de interviews met de rest van de, of niet de rest, maar met andere burgers ook uit Zaltbommel gemeente. Kijkt u nog even mee. En zodra wij meer hebben, dan komen we echt bij u terug, want ik sta zelf ook onder spanning. Ik vind het heel mooi om in Zaltbommel te wonen. Ik vind het een mooie stad. Het is echt een stad geworden. Ik woon hier al bijna 40 jaar en ik vind het prettig wonen. Trots de mensen, verschillende culturen, ja, en hoe mensen met elkaar omgaan, vind ik ook prettig. Wat proberen we te behouden in gemeente Zaltbommel? Ja, we staan hier voor een geweldige pand. Het zou prachtig zijn als we dit kunnen behouden. Als er nieuwe toeristengids hier in Zaltbommel gemaakt wordt, dan vind ik kunst vind ik heel mooi, fietsenroutes en de binnenstad van Zaltbommel. Wat wij doen als buurtouders, in 2006 zijn we begonnen. Er waren toen de tijd veel problemen, voornamelijk problemen met de jeugd, handjeugd, die gewoon vervelend gedrag toonde in die tijd. En de nieuwe, politieke partijen meegeven dat er echt heel serieus over nagedacht gaan worden over beleving voor de jeugd hier in Zaltbommel, dat ze iets hebben. We hebben voor de jeugd, hebben we gewoon hier in de gemeente Zaltbommel bijna niks. Ik woon hier inmiddels 10 jaar en dit voelt wel echt als thuiskomen. En van alle gemakken voorzien, hè. Dat is fijn. Ik ben voor de liefde naar Zaltbommel gekomen. Ja. Ik vind de saamhorigheid hier in de gemeente Zaltbommel heel erg fijn. En zonder de mensen van de gemeente Zaltbommel kan ik niet bestaan als helpende handjes.
het hoeft niet per se te veranderen, maar het mag wel verbeterd worden. En dat is het parkeerbeleid hier in Zaltbommel. Dat mag wel duidelijk worden. Wanneer wel betalen, wanneer niet betalen, blauwe kaart, niet blauwe kaart. Waar gaat ze parkeren, waar niet gaat ze parkeren. Er is een hele kaart, maar het is echt heel onduidelijk. Het afval, het zwerfafval, dat vind ik hier wel een probleem. Je ziet dat overal terug en dat moet anders kunnen. Wat zeker in de toeristische informatiegids terug zou moeten komen, is dat Zaltbommel weer vol is. Je bent welkom. Zaltbommel is uniek, nostalgisch. Ja, allerlei cultuur valt hier te beleven. Ik vind het heel erg plezierig om in de gemeente Zaltbommel te wonen. Echt. Als je kijkt naar waar we hier staan, dat staat voor heel veel. Dat staat voor rust en ruimte. En blauw en groen. Het is hier ontzettend genieten. Ik ben hier geboren en getogen. Waarom ik vooral trots ben op Zaltbommel en de streek die daarbij hoort. Ja, dat heeft wel te maken met de natuur. Hè. Kijk maar om je heen. Maar ook wel met de faciliteiten die de gemeente heeft. Ik vind dat de gemeente het prima voor elkaar heeft. Op een of andere manier zijn ze blijkbaar financieel gezond. Er kan nogal wat. Als bestuurslid van de Neswaar, met een bestuur, we zijn in totaal met 4 bestuursleden, zorgen wij voor het onderhoud van dit gebeuren samen met de medewerkers van een aantal vrijwilligers van de voetbalclub Roda Boys. Maar dat doen wij dus in nauwe samenwerking met de gemeente. Wij overleggen met de gemeente wat er moet gebeuren. De gemeente geeft aan van ja, het is mogelijk of het is niet mogelijk. Waar ik niet zo blij mee ben, dat zijn die excessen rondom de jaarwisseling in de dorpen. Ik zou een paar dingen aan de nieuwe raad mee willen geven. Het eerste is toch wel dat ik vind, ondanks dat wij gewoon een goed, stabiel BMW hebben, men zou toch eens moeten kijken naar een wat andere samenstelling in de toekomst. Vrouwen en jongere mensen. Dat vind ik toch wel belangrijk. Ondanks de kwaliteit die er nu ook wel degelijk is. Maar die jonge mensen en vrouwen kunnen die kwaliteit volgens mij net zo goed leveren. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste wat ik mee zou willen geven. Dat we 10 minuten pauze. Maar wil je niet hun nu? Oké. Nou, gaan we gewoon een liedje spelen, jongens. Ja. Moet zeggen, hè? Ja. So in love with you, I knew Mary Lou.
saw your lips, I heard your voice. Believe me, I just had no choice. White horses couldn't make me stay away. Thought about one moonlit night, my arms around you good and tight. That's all I had to see for me to say. I said hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we'd never part. So hello, Mary Lou, goodbye, heart. So hello, Mary Lou, goodbye, heart. So hello, Mary Lou, goodbye, heart. Thank you. Ja, er is mij gevraagd om nog even mede te delen dat we nu 10 minuten pauze hebben. Het loopt allemaal iets anders, omdat de uitslagen natuurlijk nog niet binnen zijn en het al wel 12 uur is. Maar dan gaan we zo meteen verder, over 10 minuten. En dan wachten we tot de rest van de uitslagen binnen zijn. Dank u wel. Sorry? Er gaat weer een... ja, zeker. Thank you.
Ben ik in de uitzending? Ja. Het is nog even wachten. Ik snap dat het lastig is. Ik vind het zelf ook heel vervelend en had gehoopt dat we eerder de uitslag binnen hadden. Die hebben we niet. Om 10:50 hopen we de uitslag in zijn totaliteit binnen te hebben. En dan komen we dus hier weer terug. Dus 10:50, over 20 minuten, hopen we alles binnen te hebben. Tot dadelijk.
Ja, dames en heren, welkom terug. Dank voor jullie geduld. Het is een bewogen avond, maar gelukkig wijntje, biertje erbij. Dat ziet er goed uit. Niet iedereen. Burgemeester, ja, welkom terug. We hebben weer wat uitslagen binnen. Daar gaan we naar kijken, maar nog niet alle uitslagen. We zijn er wel redelijk ver. We zijn ver. We hebben nu 20 van de 27 stembureaus binnen en je ziet... Tussentijdse uitslag. Tussentijdse uitslag, deze, dat is nog niet met Nederhemert erbij. Het zijn 20 van de 27 stembureaus en dit is op basis daarvan de uitslag. Dan zien we de ZVV als grootste partij, ja, gevolgd door de SGP en dan VVD, ChristenUnie. En dan zien we D66, BVNL, CDA, Partij van de Arbeid en wat minder en GroenLinks ietsje minder. Maar dan zien we ongeveer de teneur, maar we hebben nog 7 stembureaus te gaan. Ik weet niet of wij kunnen zien wat... Ja, dat betekent dit aan zetels. Dat betekent, ja, heel veel partijen zouden dan 1 zetel hebben. En dat betekent ChristenUnie 2 zetels, 3 zetels VVD, 2 D66... 5 ZVV en 4 SGP. Maar er is nog wat te tellen. Het is een tussenstand. We zijn er nog niet. We zijn er nog niet. Nee, grote verrassingen? Ja, voor u? Ja, nou ja, behalve hoe lang het duurt? Ik weet niet wat er nog verder niet geteld is of wel geteld is. Dus dat is het... Nee, weet ik niet. Nee, alleen dat Nederhemert er niet bij zit. Dat is, wordt mij steeds op het hart gedrukt. Ik hoop zo snel mogelijk de uitslagen te hebben. Wij gaan nog kort. Volgens mij ga jij nog kort. Ja, we hebben nog 2 bijzondere gasten uitgenodigd die ook net als u even aan het wachten zijn. Die wil ik heel graag nog even aan het woord laten. En dan hopen wij dat de rest van de uitslagen ook binnen zijn. Ah, zijn daar zitten ze al. Ja, mag ik een heel groot applaus voor Ed Dumrezen, directeur-bestuurder Slot Loevestein. Dankjewel. En Roland Gielis, conservator Stichting Stadskasteel. En we gaan het natuurlijk... Ja, heel goed. Allereerst dank jullie wel dat jullie hier zijn. En ook zo lang samen met ons hebben willen wachten om dit gesprek te hebben. We gaan het natuurlijk hebben over cultuur. Ik ben ontzettend blij, ook als theatermaker, filmmaker, dat ik weer op een podium mag staan. Dat er cultuur, dat weer toegankelijk is. Jullie zijn beide natuurlijk actief in de museumwereld. Ed, laten we beginnen. Sorry, meneer Dumrezen. Mag ik Ed zeggen? Ja, tuurlijk. Het is al later. Ja, u bent natuurlijk directeur-bestuurder van Slot Loevestein. Vrijheid en tolerantie, dat zijn 2 kernwoorden die ook genoemd worden rondom Slot Loevestein. Waarom is dat zo belangrijk en wat kunnen we daarin ook in de loop der tijd leren? Dat is een heel omvattende vraag. Uiteraard is het zeer belangrijk, dat hebben we vanavond ook gezien. Democratie hangt dat ook heel sterk daarmee samen. Ja. Loevestein is een rijksmuseum. Het heeft een heel lange geschiedenis, een 7 eeuw geschiedenis. En die geschiedenis is een woelige geschiedenis. De geschiedenis gaat nooit heel gemakkelijk. Loevestein laat het op een heel bijzondere manier zien. En die vrijheid is vooral ook gekoppeld aan het feit dat Loevestein altijd een militaire vesting is geweest. Verdediging van Nederland. Het is een staatsgevangenis geweest waar veel gevangenen opgesloten zaten van hun overtuigingen. Hun religieuze overtuigingen, maar ook hun politieke overtuigingen. Ja, dat moeten we nu niet meer aan denken, maar dat was toen gebruikelijk. En ja, nu is het toch wel een belangrijke symbool geworden eigenlijk om over de vrijheid van het denken na te denken. En dat is denk ik ook voor vanavond wel een heel belangrijk symbool. En voor een rijksmuseum en een gemeente als Zaltbommel is het natuurlijk heel mooi om zo'n gemeente en zo'n rijksmuseum te hebben. En daar zet ik me heel graag voor in. Ja, zeker. En het is een belangrijke rol ook om inderdaad terug te kijken naar geschiedenis. Wat kunnen we daarvan leren? Maar ook als ontmoetingsplek. Wat is een van de belangrijkste lessen die we kunnen meenemen uit de geschiedenis, ook in relatie tot de verkiezingen van vandaag? Ik denk dat we hebben veel het afgelopen jaar ook heel veel gedaan, bijvoorbeeld voor het Hugo de Grootjaar. En we gaan dit jaar heel veel stilstaan bij het water.
Dat is een belangrijk thema waar wij zeker in de Bommelerwater met de Waal veel interactie hebben. Water is in heel veel verandering en dat zal ook nog veel verandering in de toekomst hebben. We hebben klimaatverandering, we hebben droogte. Een thema waar we ook veel bij stilstaan. Volgende week beginnen we met een mooie expositie en met een spectaculaire staat met Daan Rozengade. Dat jaar daarna een thema rondom de staatsgevangenis, iets uit te lichten. We moeten ons realiseren dat Loevestein de Tower of de Bastille van Nederland is geweest. Dus of het Robben Island, als je de Bommelerwaard als een eiland in de rivieren ziet, van Nederland. En dat is hier geweest. En ja, die vrijheid is dus wat dat betreft een heel belangrijk onderwerp. Ja, en dat willen we zeker veel meer uit gaan dragen. Wat ga jullie doen met Daan Rozengade? We zetten de vesting onder water en laten daardoor maken we invoelbaar wat dat betekent, dat leven met het water. Loevestein ligt in een prachtig natuurgebied tussen de rivieren en dat is de identiteit van Nederland, ook maar van dit gebied. En dat willen we veel sterker neerzetten. Ja. En ik hoop dat dan dat de gemeente en de inwoners zeker trots zijn op wat we de komende jaren allemaal gaan bereiken. Ja. Nou, daar twijfel ik niet aan. Ik hoop dat we allemaal komen kijken ook. Ja, Roland Gielis, je bent de conservator van het Stadskasteel. Wat is de betekenis van het Stadskasteel voor de gemeente Zaltbommel? Het is het museum in Zaltbommel dat de geschiedenis van Zaltbommel en de Bommelerwaard vertelt. Ja. Voor de gemeente Zaltbommel, wij beheren een aantal belangrijke kunstschatten van de gemeente, die soms al meer dan een eeuw in het bezit van het museum zijn. In bruikleen bij het museum, waar wij dus voor zorgen. We zijn een belangrijke toeristische trekpleister in de stad. Mensen komen naar de stad, willen natuurlijk wat drinken, willen een museum bezoeken, de kerk bekijken. Dus daarin is het belangrijk als een onderdeel van het culturele leven in Zaltbommel. Dat is belangrijk, ja. En wat zijn de uitdagingen van het Stadskasteel? Er zijn veel uitdagingen op het moment. Onder andere zoeken we een goede huisvesting voor de FIEP-collectie, die nu bij ons op de Grote Zaal is. En we hebben daar de afgelopen jaren druk mee bezig geweest, ook in samenwerking met de gemeente, om daar naar een oplossing te zoeken. Dat zit nog een beetje in de pijplijn en het is een beetje afwachten hoe dat verder gaat lopen. Dat is wel een uitdaging om het ruimtegebrek een beetje op te lossen. Want we hebben een grote collectie. Er is in de loop van pakweg 120 jaar dat we bestaan heel veel verzameld. En we kunnen eigenlijk veel meer laten zien van de lokale geschiedenis van de stad en de streek. En het is de bedoeling dat we daar naartoe gaan werken. En dat we eigenlijk voor beide aspecten, zowel de FIEP-collectie als de historische collectie, eigenlijk het liefst bij ons op het terreintje een goede plek vinden. Ja. En jullie publiek bestaat, is gemengd. Het zijn toeristen ook, gaf je net al aan. Ook veel lokale mensen uit Zaltbommel, uit de gemeente Zaltbommel. Wie is er al geweest in het Stadskasteel? Nou, kijk. Kan nog iets meer, volgens mij. En Slot Loevestein? Heel goed. Nou, kijk, er zijn toch wat fans in de zaal. Heel goed. Als jullie beiden ook iets mogen meegeven aan de gemeenteraad, wat zou dat zijn? Mag ik als eerste? Tuurlijk, ja. Laatste vraag. Nou, ik vind het heel belangrijk dat we inderdaad goed samenwerken. We hebben heel veel in dit gebied. Waar we echt heel erg trots op kunnen zijn. Ik vind dat het gebied eigenlijk te weinig aandacht krijgt als je het nationaal bekijkt. Hier komt zoveel bij elkaar, dat water, de natuur en de cultuurhistorie. Dus dat willen we uitdragen en daar hebben de partners, die gemeente, hard bij nodig om dat gezamenlijk te kunnen doen. En ik verheug me op de samenwerking. Ik heb nu 3 jaar lang samengewerkt, waarvan 2 jaar in coronatijd, maar toch heel goed samengewerkt. We hebben veel gebouwd en daar ga ik graag mee door. Mooi. Ja, ik kan me daar heel grotendeels bij aansluiten. Ik denk inderdaad, de samenwerking loopt tot nu toe heel goed. En ik zou dat in de toekomst ook graag zo willen houden. We zijn natuurlijk heel nauw aan elkaar gelieerd, de gemeente en het museum. Bovenal, we zijn als culturele instellingen trots op Zaltbommel, trots op de Bommelerwaard, op de streek. En het is belangrijk dat we dat inderdaad met de musea gaan uitdragen en daarmee inderdaad een breed publiek kunnen aanspreken.
warm kunnen maken voor Bommel en de Bommelerwaard. Nou, heel mooi. En dat wens ik jullie ook heel erg toe, ook na deze periode. Ja, Roland Gides, Edwin Reese, ontzettend bedankt dat jullie er waren. Ja. Geef ze een groot applaus. Ja, bedankt. Ja. Het is zover. We hebben alle uitslagen binnen. Ik kreeg net al een wenk uit de coulissen. Heel erg fijn. Burgemeester, komt u weer het podium op, alsjeblieft. Ja, de einduitslag. Daar is hij. Hier is het. Dit zijn de stemmen. En vervolgens komen, nou ja, de zetels. We zien weer twee partijen aan kop. SGP en ZVV. De vorige keer was het andersom. Toen was het de SGP, de grootste partij. Nu ZVV, even voorlopig nog. Dan zien we als derde partij de VVD. En dan zien we als vierde partij de vierde ChristenUnie. Ja. 5 D66. 6 CDA. 7 BVNL. 8 Partij van de Arbeid. 9 GroenLinks. En 10 de SP. Dat betekent qua zetelverdeling 5 voor de SGP en 5 voor de ZVV. Die halen dus alle twee een zetel erbij. Daar zitten dus de winnaars. Vervolgens een extra zetel voor de VVD. Die gaan naar 3. De ChristenUnie verliest 1 zetel. Die gaan naar 2. Het CDA verliest 2 zetels. Die gaan naar 1. En dan zien we SP1, D66 1, BVNL 1 en PvdA 1 en GroenLinks 1. Als je dat vertaalt naar de huidige coalitie, dan heeft de huidige coalitie 15 zetels voorlopig. En ze hebben er nu 13, hè? 13. Dus je kan constateren dat op de coalitiepartijen behoorlijk gestemd is. Goed, we hebben winnaars vanavond, verliezers vanavond. Er is verdriet, een schouder. Er is vreugde. Ik wil Hanna ontzettend bedanken en van u graag een heel groot applaus. Ja, ontzettend bedankt dat ik... En kijk aan, Hanna. Heel erg bedankt. Hanna is de winnaar van vanavond, wat ons betreft, hè? Ja, dank u wel. En dat we mogen verder bouwen aan een duurzame sociale Zaltbommel. Dank u wel. Mag ik nog even kort uw aandacht? Het heeft lang geduurd. Maar goed, uiteindelijk is er een uitslag gekomen. Zoals ik al zei, er zijn mensen teleurgesteld. Er zijn mensen die zeer blij zijn. Dat is democratie en dat is de kiezer. Ik dank u voor uw komst allemaal. Morgen dus op de site wie er met voorkeurstemmen gekozen is. Heb daar even aandacht voor. En dan is het ook zo dat maandag om 10:00 de zitting van het Centraal Stembureau is. U krijgt nog de mogelijkheid om een drankje te nemen. En dan verzoek ik u naar huis te gaan. Dank voor uw komst. En vult u de avond in zoals u hem verder in wil vullen. Tot ziens, tot over 4 jaar.